Dat vind ik zo lekker. Super blij mee. Ga jij nu met jouw rug maar schoenen? Zoveel? Lieve Charlotte, omdat je vanavond bij ons eet. Mama. I share. Gemberappel. Oh my god. Gember. Kijk, dit heb ik dus gekocht en ik heb dit nog nooit eerder gekocht, maar ik vind dimsum een van de lekkerste dingen ooit. En ik weet dat het in restaurants vrij prijzig kan zijn, of nou ja, veel duurder dan in een winkel. Maar deze waren alsnog 4 euro, geloof ik, maar je kan het volgens mij gewoon in kokend water doen, dus dit ga ik even testen. En deze is die andere was met garnaal en deze met kip en shiitake mushroom. Deze was iets van 5 euro, maar ja, je krijgt wel superveel. En ik ga het gewoon in 6 minuten in kokend water doen. Ik ben benieuwd. Dat vind ik zo lekker. En dan zal ik ook even dat sausje testen. Oh, wow, die andere moeten 13 tot 15 minuten. Echt veel langer. Maar moet het in een stoommandje in een pan? Kan het ook in kokend water? Misschien kan het wel helemaal niet. Bijvoorbeeld op 10, 12, 20. Ik ben benieuwd. Je hebt zo... Ik wil echt een mega vriezer heel graag. Omdat je al dit soort toko dingen erin kan gooien. Echt geweldig. Volgens mij is deze echt heel pittig. Hij ruikt super pittig. Hebben jullie ooit zoiets geproefd? Sweet chili geel met ananas? Ik echt nog nooit. Ik ga hem eens proeven. Ik ben echt wel benieuwd. Het maakt gewoon precies naar rode. Ja. Oh ja. Je proeft heel lichte ananas. Hij is vet pittig. Ja, wel een goed sausje. Niet heel speciaal, maar vrij pittig, ja. Als je echt een sweet chili saus liefhebber bent, is dit denk ik wel echt een lekkere. Oké, ze zitten erin. Dan haal ik die ene er gewoon over 5 minuten uit en dan gaan we die vast proeven. Ik ben echt benieuwd, man. Ben jij vandaag heel vrolijk? Ja, hè? Lekker zwemmen, dimsum, dimsum, dimsum. Ik weet niet of de 5 minuten zijn al voorbij, maar ik durf het nog niet. Het ruikt naar pannenkoeken met vis. Oké, ik sla hem even open, want altijd als mensen iets laten zien, wil ik altijd de binnenkant zien. Dit is die met kip en mushroom. Oké, deze laat ik nog even koken. Je ziet ook dat deze een beetje, zeg maar, doorzichtig zijn geworden. Dus die zijn nu goed, die gaan we nu proeven. Oké, mukbang vibe. Mukbang vibes. Ik ben echt benieuwd of ik mensen heb die kenners zijn. Die dus uit het land... komen waar het van origine gegeten wordt. En of mensen het überhaupt weten. Wat verschil met stomen of koken? Is het dan een soort van fluffy of zo? Want dit gaat prima. Alleen hoe pak je petstokjes? En ja, heb je tips voor niet zelfgemaakt, maar dus vriezer dimsums. Oké, met saus. Lekker hoor. Maar ik doe hem even zonder sausje. Want ik vind dat altijd... Wat ik zonde vind aan saus is dat je de pure smaak niet meer proeft van iets. Maar hoe pak je dit? Het is echt moeilijk. Ik ga hem in één keer mijn mond doen, maar misschien is hij heel heet. Het is te heet, denk ik. Zijn er mensen die nog nooit dimsum hebben gegeten? Of dumplings? Wat ik zo lekker vind dan dit is dat pastijtjes of zo hebben als gefrituurde korst. En ik hou niet zo van frituur, vind ik niet lekker. En dit is gewoon echt van dat rijst, denk ik. Weet ik niet. Maar gewoon van dat deeg, niet gefrituurd. Ik ben gekookt veel lekkerder dan gefrituurd met alles. Ook met aardappel of zo. Ja, echt. Maar het smaakt een beetje naar lumpia. Het is een beetje zo'n soort van bouillonachtige groentevulling. In een soort van zacht, slimy deegje. Ik vind het echt super lekker. Maar ik kan me ook echt voorstellen dat mensen dit niet lekker vinden. Maar eerlijk, hoe leuk voorgerecht is dit ook als mensen komen eten? Sojaboontjes, dumplings en... Volgens mij is het ook best wel oké als in mijn eentje eten niet altijd echt avondeten. Stel je hebt dumplings in je vriezer, je eet gewoon dit. Dat is toch te lekker? Ik word er helemaal blij van. En als je even goed een toko leert kennen, kan je er zoveel goed scoren. Dus geef me tips voor meer dingen die je daar kan halen. Ik weet dat je ook hele zakken met bevroren mango slices kan kopen. Nou, die sojabonen dus, zeewiersalade. Het is gewoon echt chill. Dit vind ik wel heel lekker. Ik denk dat ik die met garnaal nog lekkerder ga vinden, want dit is een beetje... Je proeft ook niet dat er kip in zit. Hij smaakt vega, terwijl er wel kip in zit. Dus dat vind ik ook een beetje zonde. Kan je beter gewoon een vega kopen. Je had heel veel vega versies. Maar ik vind met shrimp het allerlekkerst. Dus die gaan we zo proeven. Maar dit is lekker. En dit is dan de binnenkant van die ander. Dat ziet er echt heel raar uit.
kan me ook echt voorstellen dat je denkt, nasty, wat eet je? Het lijkt op een soort van vis. Zeg maar een dode vis van buiten bedoel ik. Zou die gaar zijn? Misschien heb ik die andere iets te lang gekookt. Want, maar ja, het kan niet heel erg te lang zijn. Want misschien een paar minuutjes. Want deze valt helemaal uit elkaar. Die rijst, de zijkant, volgens mij is het rijst. Laat helemaal los, zeg maar. Kijk. Oh, yo. Dus dit is gewoon nu een vulling die ik hierover heb. Dus dat ligt misschien aan mezelf. Maar wat ik wel kan concluderen is dat ik... Die andere stond ook op premium. En ik dacht dat deze beter waren. Maar deze hebben zo'n dikke laag rijst eromheen dat ik al minder lekker vind. Maar misschien is het de soort dumpling. Misschien is het merk. Nogmaals, als je het weet, let me know. Maar nu heb ik hier dus gewoon een pure garnaalvulling. Die ik even ga proeven. En die vulling is wel lekker. En ik heb het idee dat het deeg van deze gewoon wat minder lekker is. En ik heb net 6 van die andere op. Dat is best wel veel. Dus op een gegeven moment heb je er ook geen zin meer in zo'n rijstvulling. Dus het is niet iets waar je heel veel van wil eten. Maar dat is dus zo chill als je het in je vriezer hebt liggen. En dit is het moment dat ik dit ga editen en ga denken. Charlotte, je praat zo lang over deze dumplings. Ik kan gewoon een uur over deze dumplings praten. Ja. Dat kan ik. Wie kan dat nog meer? Ik stel ook zoveel vragen, maar ik vind het zo leuk om altijd antwoord erop te krijgen. Ja, heel leuk. Ik heb ook nooit gezien dat iemand dumplings kocht of ging proeven. Dus ik vind het helemaal leuk. Klets alsjeblieft mee als je ook iets van affiniteit met dumplings hebt. Kijk, hier zal ik je laten zien. Er is een hele dikke laag onder. Het is gewoon heel veel deeg bij deze. Ik heb nu zoveel zin om een mukbang met dumplings op te nemen. Oh jongens. Ik werk echt te veel. 5 dagen in de week werken is te veel om dit soort dingen te kunnen doen. Oh. Ik ga nu echt stoppen met praten, want ik praat veel te lang over dumplings. Maar ik hoop dat er ook maar 1 iemand is die het leuk vond om even te zien. En nu zal ik stoppen. En ik ben gewoon heel blij. Ik vind het helemaal leuk dat ik hier weer zit om iets voor jullie te proeven. Want ik doe dat veel te weinig. Werkdruk. Doei. Om nom 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 nom. Stevig brood, hummus, komkommer. Best wel veel is het eigenlijk, maar yummy. Alright, welke wordt het? De Taiwan banana milk. Ik ben hier wat te nieuwsgierig naar. Zou ik het allemaal bananenmilk doen? Het is dus bananenmilk drink met water, cane sugar, milk powder, banana juice en wat dingetjes. Misschien smaakt het wel gewoon hetzelfde als dit. Hi. Het zou me niks verbazen als het gewoon hierop lijkt. Bananenmelk. Oh ja. Ja. Maar dan van echte melk. Ik drink dus eigenlijk geen koemelk, maar ik wil dit wel even testen. Schudden. Het ziet er in ieder geval heel cool uit. Stel je geeft een soort van party, je hebt allemaal dit soort blikjes. Ik vind het er best wel vet uitzien. Ik weet niet of ik het lekker vind. Ik hou eigenlijk wel van melkachtige drankjes, maar niet van melk. Hoi, Fluffje. Ben je echt super fluff? Kus. Kusje. Goed zo. Wil je ook bananenmilk? Jeetje, wat ben je weer schattig en aandoenlijk. Wil je ook bananenmilk? Maar niet bijten, oké? Okay? Hier heb ik al een snee in mijn lip doordat hij dat dus bij mij doet. Eeuw, zeg maar niet dat er ook prik in zit. Want dat vind ik echt heel vies. Dan is het een soort ayran. Oh, het ruikt heel lekker. Het ruikt echt naar bananensojamelk. Ja, dat is het natuurlijk ook gewoon. Maar dat heb je dat ook van een ander melk dan Alpro? Dan is het gewoon een soort bananenmilkshake. Wow, het lijkt super erg op die Alpro banaan. Dat is wel heel toevallig dat ik dat, dat ik dat heb gekocht. Het is wat dunner, wat wateriger en wat zoeter. Ja, en het is dus met koemelk. En dat proef ik wel, dat vind ik niet zo chill. Ik kan me niet echt voorstellen dat iemand dit echt zou gaan kopen. Het is niet vies, maar waarom zou je dit lekker vinden? Maar ook niet echt naar een milkshake. Nee, dit is niet goed voor jou, schatje. Ik heb niet echt zin om het op te drinken. Dat was ook echt mijn review. Ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen. Doei! Nou, ik heb voor het eerst sinds heel lang weer mijn nagels gedaan. Ik ben er echt super blij mee. Ik heb daar 1 uur en 3 kwartier gezeten, niet normaal. Daar word je trouwens heel moe van. En je denkt misschien, lui, je doet niks. Maar je zit daar maar een beetje te wachten. Het was €50, nieuw set. Helemaal happy. Eindelijk weer goede en mooie nagels.
En verder heb ik echt niet echt wat interessants te vertellen. Zo, het lijkt echt een mega zooitje, maar lekker hoor. Healthy en de rest wat ik overhoud is echt perfect als lunch morgen. Nice. Het ziet er echt uit als een waterzooi, maar dan geen water. Maar zo'n, nou ja, het is heel lekker. Oh, lekker joh. Ik heb hier kipgyros met komijn en een witte ui. Dit is bulgur. Bulgur. Hier heb ik Little Jamsla, munt, krulpeterselie, tomaat, citroensap. Ik ben bij Omi. Maron Brown. En waar is deze taart? Is dat die van de Albert Heijn? Dat zeg ik niet. Het is van de bakker. Zo. En ik krijg even schoenboots van oma. Want deze schoenen, ik dacht ineens, hé. Hey, ik zeg niet dat ik het heb. Oh, die zien er echt niet uit. Dus misschien worden ze dan mooier. Het is allemaal niet meer goed. Deze is wel goed. Huh? Ja, zet even op echt? Daarop. Die niet goed zijn, zet daarop. Anders vergeet ik het weer. Want ze moeten in de huh? Hoe kan dat? Niet tegen mijn leren bankstel aan moet gaan zitten. Maar moet ik ze niet eerst even schoonmaken? Ga jij nu met jouw rug mijn schoenen? Zoveel? Oh my god, oma moet dit wel wat jij doet. Het zijn mijn lievelingsschoenen. Geen dikke laag. Weet je wat het is? Ik heb wel eens meer schoenen gepoetst. Jij doet het ook op de zool? Op de zijkant? Nee. Niet op het slotje, hè? Nee, joh. Oh. Slotje. Wow, het wordt echt pikzwart. Is dat niet de bedoeling van je schoen? Ja, misschien wel eigenlijk. Maar het moet intrekken, lieverd. Leuk. Goed, andere schoen. Wat? Nu al klaar? Andere schoen. Hier ook. Ja, maar dan ga je niet op mijn bank zitten, hengsten. Hengsten. Jeetje, mijn oma met pijn gaat even mijn schoenen poetsen. Je bent wel goed hierin, oma. Niet met dat wat gepoetst is nog eens... ergens tegenaan, hè? Wow, het is echt een heel goed idee om dit te doen. Ja. Ze zagen er echt niet uit. Moet ik iedereen eentje geven? Ja. Dit zijn altijd mijn lievelingsshots. Charlotte Binsbloem. Wie heeft een wafel voor mij ingeschonken? Oh, dit! Ernaast zit. Dit vind ik heel lekker, ja. Lieve Charlotte, omdat je vanavond bij ons eet... Mama. ...heb ik gevraagd dit voor jou te maken. Oh, wat lief. Ik vond het heel lekker. Dat weet ik. Het is goed gelukt. Oh. Kan je er eentje afhalen in dat bloederige vleespapje voor je? Ja. Ik wil... Hebben we daar een opschrijf leven voor nodig? Of met de hand? Wat? Opschrijf leven of gewoon met de hand? Oh, het is ziek heet. Wacht, nee, ik kan het. Met twee handen lukt het wel. Jij hebt toch ook voor je vaste handen? Oké, okay, kan je hier eentje voor papa neerleggen? Dit is Syrische rijst. Het recept heb ik vanuit Eigen Huis en Tuin Lekker Leven van Hugo. Hartstikke lekker. Dan kan je hier overheen zelf peterselie en koriander nemen. Lekker. Dit zijn bosuitjes met romesco... Bosuitjes? Ik dacht asperges. Oh, ja. En dit is... Sorry, wat voor saus? Moet je even romesco, uitleggen? Dus met hazelnoten. Salade. Nou, papa wil niet uitleggen wat romesco saus is. Dus ik zou zeggen, google het. Ja, maar ik zie hier een plas bloed liggen. Dit is als een plas bloed. Heb je nieuwe oorbellen? Nee. Nee? Ik heb een verjaardag gekregen. Oh, oké. Okay. Leuk, Eline. Zijn die echt goud? Ja. Wauw. Het tricolore goud. Wit goud. Heel goud. Altijd als ik hier bij mijn ouders ben, film ik en is het dit licht, dan heb ik altijd een zwart blouse aan. Het is precies hetzelfde beeld als 2 weken geleden. Wat heb je aan? Nou, dat ik altijd als ik hier zit, heb ik altijd hetzelfde licht en een zwart blouse aan, lijkt het zo. Een heel ander blouse, ik heb allemaal hartjes op. Leuk, hè? Ja, van de webshop. Dus het is, ik had zo'n hele dikke. Deze had ik. Oh, heet. Hoe heet dat ook alweer op in die aubergine? Maar dit komt uit Syrië, de rijst. De aubergine komt uit... Maakt allemaal niet uit. Sorry. Dus het komt allemaal uit het Midden-Oosten. Ja. Nou, vandaag vind ik het wel een slechte uitleg in de vlog. Ik zal het zo wel even uitleggen. Robin, jij hebt je focus op je gerecht. Ik ben al 7,5 minuten aan het filmen. Mag ik even dit aan jullie geven? Dit moet over de koriander. Zo, dit is lekker, want het is een beetje zoet, maar niet heel zoet. Een beetje?
Zo, lekker die aubergine. Zitten hier rozijnen doorheen? Robin, waar is dan de andere helft van die aubergine? Ik had er 4 gekocht. Jij denkt dat je 8 helft hebt. Ik heb er 2 gezien. Niet, ik heb er 8 gekocht. 4 gekocht. Laat maar zo. Mensen zeiden dat ik het moest koesteren, dat ik zulke lieve ouders heb. Vlees. Papa had gezegd, schat, je bent welkom. Ik hoef dat niet, dat weet ik. Zo. Kan je nog even uitleggen wat deze voor saus is? Robin, heb je serieus maar van mij 2 aubergines gezien? Ik had echt 4 gekocht. Nee, maar dan heb ik het wel laten liggen. Wat een chaotische vlog. Kan je uitleggen wat dit voor saus is? Ja. Die wekker de hele tijd. Wie heeft er ooit een bosui gegeten op deze manier? Ik heb me verslikt. Ik ben weer thuis en hij is er nu ook. En echt, ik heb vandaag geen chill uit te doen. Ik heb gewoon die Victoria's Secret sportlegging aan. Maar dan met een blouseje van mijn webshop. Die ik in de surprise boxes verstuur. Die heb ik net op de site gezet. Maar dat is een heel leuk hartjes blouseje. Kon u dat zien? Hij is sheer. Dus ik had het wel een beetje koud. Maar dat maakt de outfit meteen best wel chic. En grappig dat ik ook gewoon een legging aan heb. Heel leuk met die mouwtjes en zo. Ik heb er nog iets van 4. Die verstuur ik dus gewoon in die boxen. Mocht je een box bestellen en je wil hem hebben, zet het er even bij. Maar ik kan niet beloven dat hij er nog is. Goedemorgen. Wij hebben echt een heel lekker avondje gehad. Gisteren echt helemaal happy. En vanochtend lekker uitgeslapen. En nu ga ik een ontbijtje maken voor ons. Dus ik ben hier alvast bezig. Haas even douchen. Ik heb er even zin om allemaal lekkere dingetjes te maken. Oké, dit is het ontbijtje. Broodjes. Ik vind het heel lekker van die witte broodjes, van die mini broodjes. Water met gember, appel, munt en limoen. Eitje met filet américain, fruitsalade, geitenkaas, uilkaas, komkommer. En dit is appelperensap met appel en gember. Dus voor mij doen is dit best weinig, maar ik weet dat het anders is, het altijd veel te veel. Dus nu gaan we lekker eten. Oké, heel weinig gevlogd. We hadden echt een heel chill ochtendje. Het ging lekker ontbijten. Toen gingen we weer in bed liggen. En hij moest nu weg, want hij moest nog wat in huis doen. En ik had zin om weer even naar de toko te gaan voor dimsum. Dus daar ben ik nu, die in Duivendrecht. We reden echt zo 2 minuten voor de Oriental. Moest hij pas een andere afslag nemen. Dat was wel grappig. We reden het achter elkaar. Maar ik ga nu dimsum scoren. Want ik vind het zo chill. Als ik heb mijn werk om gewoon even snel wat te koken. En dan een paar van die snackjes. En het is best wel gezond. En heerlijk. En sojabonen. Dus ik heb net wat uit mijn vriezer aan haar meegegeven. Zodat ik iets meer ruimte heb in mijn vriezer. En dan ga ik lekker. Ik hoop dat ze hier ook lekker hebben. Ik heb mijn camera in de auto gelaten. Dus ik heb op Instagram even wat stories geplaatst van mensen. Jullie vinden dat altijd leuk om te zien. Maar er kwamen zoveel reacties op van waar was je. Dus dat is wel leuk. Dus dat denk ik dat jullie het ook wel leuk vinden dat ik het in mijn vlog heb. Ik ben er echt een uur geweest of zo. Nou, niet een uur, maar wel lang. Ik heb ook voor het eerst in mijn leven bubble tea gekocht. Oh my god. Matcha met lychee bolletjes. Ik heb het nog nooit eerder genomen omdat ik denk dat ik er niet heel erg van hou. Omdat het romig is en zoet. En daar hou ik niet zo van. Maar ik weet niet, ik had gewoon even zin om het te testen. Het is super handig. Het is echt zo vacuüm. Of niet vacuüm, maar het zit gesield, bedoel ik. Oh, dit is lekker. Wow, die balletjes. Die balletjes zijn super zacht en die exploderen in je mond. Dat had ik niet verwacht. En het smaakt echt naar thee. Is het gewoon thee met melkpoeder met matcha poeder? Als iemand hier wat van weet, laat het me even weten. Want ik vind het super lekker. Oké, dus. Dit kan maar uit de auto nog. Even kijken, wat heb ik gekocht? Ik ben altijd wel iemand dat als ik er eentje lekker vind, dan vind ik het wel spannend om een ander merk te proberen. Dus ik vond deze zo lekker dat ik deze weer heb gekocht. Maar dit is een mega verpakking. Dit was iets van €12,50 of €12,95. Maar hier zitten er dus 40 in of zo. Ik heb 3 zakken van de sojabonen. Ik was even vergeten dat dit merk iets goedkoper is. Van die ik vorige keer had. Dus ik heb deze. Ik ging ook met allemaal andere, net als ik zeg maar, Hollandse mensen die er niks van af weten. Ging ik hierover praten en tips geven van, oh ik had die was lekker. Dus zij zei, oh ik had die was lekker. Dit is een gyoza, dat moet je dus bakken. Ik hou heel erg van dat gestoomde, maar ik wilde die ook wel proberen. Oh, ik heb eigenlijk precies hetzelfde gekocht als vorige keer, zie ik nu. Want dit is de andere die ik heb. Ja, ik stond er zo lang, maar heel veel was met pork en dat wil ik niet. Dus ik heb eigenlijk best wel hetzelfde. En dan heb ik ook nog dit. Volgens mij lijkt het heel erg op wat ik in New York heb gekocht. Maar dan was het gefrituurd met van die sesamzaadjes erop. Maar dit is met rode bonenvulling en daar ben ik gek op. Dus die zal ik ook gaan proeven. En ik zoek al super lang
als ik dus Unox soep koop, die Chinese, dan koop ik die echt serieus voor de water chestnuts. Want die vind ik zo lekker knapperig. En dat kan je echt nergens krijgen. En toen dacht ik ineens, hey, zouden ze dat hier hebben? Dus het kost 1,50 en ik heb 2 blikken gekocht. Ik heb alleen geen blikopener. Dan heb ik nog verse, hoe noem je dat? Niet verse, maar gedroogde rozenblaadjes om waarschijnlijk thee van te kunnen maken. Gember, limoen, citroensnoepjes. En ik kon geen dumplingsaus vinden, dus ik heb deze saus. En dat is eigenlijk alles. En dit was echt 45 euro bij elkaar of zo. Kijken of het in mijn vriezer past. En ik ben hier echt wel heel blij mee. Echt love it. Die mensen zeiden dat ze het gewoon gingen bakken. Maar ik had al gezien dat het anders moet. Je moet een eetlepel olie, dan voeg je ze toe. Dan 4 eetlepels water. En dan met een deksel op de pan laat je het koken. En dan een deksel eraf halen. En nogmaals 1 minuut totdat het water verdampt is. Je kan het ook koken in kokend water. Maar dit is volgens mij echt al de beste manier. Als je in ieder geval niet kan stomen. Maar hier wordt altijd gebakken. Nice, nice. Tot zo. Ik denk dat ik ze gekookt ook heel lekker vind. Maar dan lijkt het volgens mij heel erg op dumplings. Maar ik probeer ze nog een beetje op te bakken. Dat ze echt zoals nou ja, in een restaurant zijn. Dan krijg je ze altijd super crispy. Kijk, deze begint wel een beetje. Jongens, als je dit ziet, dan denk ik echt... Ik moet echt een mukbang opnemen voor jullie. Als je dit zo echt ziet, kijk nou. Gyoza, als je er nog sojaboontjes bij zitten. Dimsum. Al die sausjes. Dan is dat toch te geweldig. Zonder bolly dan. Erg heb ik spijt dat ik er zoveel heb gebakken. Want... Het is ook in olijfolie en dat past er niet helemaal bij. Ja, het smaakt echt niet naar de gyoza in een restaurant. Ik denk, waar komt dat door? Het sausje is anders. Olijfolie is anders. Het gefrituurde vind ik niet zo lekker. Niet helemaal mijn ding. Ik ga ze ook gewoon een keer proberen als ik ze heb gekookt. Maar waarom heb ik er zoveel gemaakt? Geen idee. Niet mijn fave, maar kan dus ook liggen aan een bereidingswijze. Hoe fantastisch zou het zijn? Een mukbang. Zo, alles vol in beeld. Als jullie dit willen, doe even je duimpje omhoog op deze video. Ik krijg echt heel weinig duimpjes altijd op mijn video's. Dus als ik echt merk, oké, op deze vlog zijn zoveel meer duimpjes. Dan ga ik het gewoon een keer naar mijn werk doen. Zo'n mukbang voor jullie maken met allemaal lekkere zelfverkochte dingen bij de toko. Dat ga ik dan doen. Ja, er zit trouwens veel minder knoflook in dan bij de gyoza's die je altijd bij de Japaner hebt ofzo. Ik denk dus dat ze echt wel lekker zijn, maar dat het komt door mijn bereidingswijze en dat ik er niet zo voorstander van ben. Maar het blijft echt geweldig dat je dit gewoon thuis kan doen. Oké, bye.